Koen Krukke was aanwezig op de première van Krijmelas Oorlog in Antwerpen. Een ijsje gaat er bij Koen maar al te goed in. Bovendien heeft hij niet echt een reden om op zijn lijn te letten. Zou jij een moord over hebben voor een lekker ijsje? Oh, lekker ijsje, dat lust ik echt, ja. Ja, zo een lekker ijsje, zo, hè. Zo, een cornetje, dan ze zeggen, hè. Zo nog een ouderwets cornetje. Daar zou ik soms mijn leven voor geven. En zo'n beetje die exotische smaken, zo, hè. En wat dat ook gaat met karamel, mag ik het ook graag. En met speculoos. Oh, zo'n lekker. En een klein beetje slagroom erbij, het is lekker. En dat is goed voor de lijn? Als je dat niet alle dagen doet, natuurlijk, is dat niet slecht voor de lijn, hè. Oh ja, ik neem daar nog niet iets anders bij. Hè. Ik neem dan alleen maar een ijsje, hè. Dus ik neem er niet nog een hele maaltijd bij, hè. Maar ik heb zoiets van, ik kan vandaag een ijsje eten. En wel, ik kan een keer minder van iets anders eten. Ja, ik spaar dat zo wat op, hè. En dan neem je meteen een bol vier? Nee, over het algemeen zo'n bol of twee. Weet je waarom? Omdat dat niet te veel is. Anders begint dat af te druppen en al. En begint dat en niet zijn smakelijk meer. Je moet er maar dan oppassen als het warm weer is, alleszins. Hè. Nee, twee bolletjes is genoeg voor mij.